De tarieven van de NV Energiebedrijven Suriname EBS gaan eind mei op basis van het programma van het IMF met 25% omhoog. Minister Armand Achai-Wersing van Financiën en Planning, die deze mededeling vrijdag deed in het parlement, weet dat deze verhoging veel effecten zal hebben op de samenleving. De bewindsman gaf verder mee dat de regering op dit moment gesprekken voert met het IMF om deze verhoging in fases door te voeren. Om zo de impact voor de consumenten te beperken. Ook bekijken wij nu de mogelijkheid om een zogenaamde lifeline tarief te introduceren. Hierbij zal de mogelijkheid bestaan om op maandbasis een bepaalde hoeveelheid kilowattuur stroomverbruik gratis te ontvangen. De details hiervan worden binnenkort bekendgemaakt, voorzitter. Een andere kwestie die speelt is wat de juiste kostprijs is van de EBS. Hier is vorig jaar veel discussie over geweest. Deze vraag moet beantwoord worden vanuit de optiek over mogelijke efficiëntieverbeteringen die binnen de EBS mogelijk zijn. Om precies te weten wat de juiste kostprijs is van de EBS, heeft het accountantsbureau Ernst & Young de opdracht gekregen een doorlichting van de EBS uit te voeren, zegt Achai-Wersing. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat de kostprijs is, maar ook wat de besparingsmogelijkheden zijn binnen de EBS. De eerste rapportages over deze doorlichting zijn ontvangen en zullen worden besproken met de directie van de EBS. Na afronding van het rapport zal deze ook worden gepubliceerd, zodat deze informatie ook voor het publiek beschikbaar is. De afgelopen week was er een delegatie van het IMF in Suriname in verband met de tweede kwartaalbeoordeling van het programma. De weg is dan vrij om op de bestuursvergadering van het IMF eind juni het formele besluit te nemen voor de overmaking van de derde tranche van ongeveer 55 miljoen US dollar.